FC Groningen begint de tweede seizoenshelft met een uitwedstrijd tegen RKC. De FC wist al ruim 7 jaar niet te winnen in Waalwijk. En dan is het wel kansrijk en gaat hij er bijna ook in. De Leeuw is het op inzet, zoals we ook wel van hem kennen. Gaandeweg de eerste helft vond ik ons steeds dominanter worden. Speelde uitstekend uit in de opbouw. RKC kon het moeilijk belopen en gaf het ook een aantal keren gewoon op. Dus dat deden we goed. En we kwamen ook tot een aantal kansen en mogelijkheden. En in zo'n wedstrijd is het dan heerlijk als je 1-0 voorkomt. Bottekin, Sherry geeft meteen mee aan Hateboer. Dan komen er 2 mensen voor het doel. De rechtsback is er langs, geeft hem voor en het is raak. En dan mag de meeste dank uitgaan. Uiteindelijk naar de debutant die dat heel goed doet. Hans Hateboer. Als je de eerste helft 3 kansen creëert, of A4, dan doe je het gewoon goed. Basis is niet goed van Apau en nou ligt het echt aardig open. Met Adorian. Van der Looy gaat meteen staan. Die ziet de mogelijkheden. Hier is Wijnaldum met ook 2 man voor het doel. Is daar de Leeuw, maar net geen 0-2. We kwamen heel goed de kleedkamer uit. We hebben eigenlijk zijn gewoon doorgegaan. En ik denk iedereen die in het stadion zat, die had wel het gevoel dat wij de controle hadden. En dat eerder 2-0 zou worden dan 1-1. Bal naar Kostic. We lopen alleen de Leeuw voor het doel. Die wordt dan wel gezocht. Oh, wat een mooie paas van Kostic. In mijn ogen was het wachten op de 2-0. En hebben we ook kans op de 2-0 gehad. We hebben het een aantal keren niet goed uitgespeeld. Maar hebben ook gewoon goede kansen gehad. Goed meegegeven. Sherry sprint voor het doel. Daar komt natuurlijk ook de Leeuw. Maar ze staan allebei voor de bal in dit geval. Het is wel nog kansrijk. En een goede redding van Van Dijk op de inzet van Hiarie. Paas is goed. Ik weet niet of Amieu daar nog had verwacht. Oef. Dat is heel hard wat Hateboer doet. En die krijgt direct rood. De debutant bij Groningen die aan de basis staat van het enige doelpunt van vandaag. Krijgt ook meteen rood. Wat een debuut. Nu al helemaal om nooit te vergeten voor Hans Hateboer. Ik bekeek vanaf de achterkant en ik zag Hans er hard in gaan. Maar voor mij is het geen regel dat dat niet mag. En ik kreeg uitleg van de scheids en hij zei dat Hans er met 2 benen vooruit in ging. Maar dat valt te betwijfelen, denk ik. Mijn eerste inschatting was dus een faire tackle op de bal. Wel stevig. Aan de andere kant, en dat heb ik al vaker gezegd dit seizoen met rode kaarten die we krijgen. Wij geven de scheidsrechter dan blijkbaar wel de mogelijkheid om een rode kaart te geven. En het is blijkbaar ook inherent aan het feit dat we nog wel eens wat jonge spelers opstellen. Timo heeft daar in het begin wat last van gehad. En bij Hans overkwam het vandaag ook. Dat is wel hartstikke zonde. Terug op Braber. Bal nog steeds binnen. Braber geeft voor dat zit een hand. Ja, dat is een strafschop dus. De hand van Kieftenbelt en de penalty voor RKC. Er werd iemand uitgekapt op de achterlijn en ik wou te hulp schieten. In een ultieme poging wil ik die bal blokken en denk ik niet aan mijn arm. En ja, mijn arm die was niet langs mijn lichaam, dus dan kan die hem erop leggen. Terechte strafschop volgens jou dan? Ik doe dat niet expres. Hij schiet mijn bal tegen mijn hand. Alleen ik moet gewoon mijn hand langs mijn lijf houden. Alleen dat deed ik niet en dat verwijder ik mezelf. Maar goed, dat zei ik. In een ultieme poging probeer ik die bal te blokken. En dacht ik even niet aan mijn arm. 1-1! De bal valt en valt erin. Nee, hij valt er niet in. Guano lijkt hem voor het inlopen te hebben. Wie heeft de bal? Uiteindelijk Joachim dus. Die geeft hem voor. Dat is kansrijk. Dat is niet raak, want Bizot heeft hem. Sprint van Zivkovic. Kostic wordt vastgehouden, maar niet goed genoeg. Want hij heeft de bal nog. Dan is hier Wijnaldum. Die heeft de paas. Daar is Kieftenbelt. Kieftenbelt, wat een kans nog. En daar waar Van der Looy woest is omdat de kans wordt verspild, is Koeman woest omdat die kans wordt weggegeven. Als je ons ziet voetballen vandaag, ja, dan kan je alleen maar concluderen dat we die wedstrijd hadden moeten winnen. En hier zijn weinig ploegen die hier gewonnen hebben. Dus dat is wel jammer.